grote drukte in de Breedstraat in Dokkum. Daar werd woensdagmorgen een winkel met daarin de restanten van de failliete Vroom en Dreesman geopend. Het gaat hier dan om artikelen die op de webshop te koop waren. Deze zijn opgekocht door Kooistra opkopers. In verband met de grote belangstelling uit het hele land heeft het bedrijf beveiligers ingezet om de verkoop in goede banen te leiden. Koopjesjagers kunnen zolang de voorraad strekt kiezen uit onder andere serviesgoed, lingerie, beddengoed en elektronica. En hoe gaat het met de verkoop? Ja, geweldig tot nu toe. Ik had dit niet verwacht zo vroeg. Ik denk een uur of 10, 11 zal het vol zijn. Maar het was 9 uur al redelijk vol. En dat betekent dat het vandaag heel druk gaat worden. De artikelen lopen korting van 40% tot 50%, een beetje afhankelijk van wat het is. We hebben sieraden met 50% korting en de kleding is allemaal 50% korting. En de spullen hier, het elektrisch, is allemaal 40% korting. Het zijn allemaal kortingen die al zo hoog zijn dat je lager uitkomt dan de inkoopprijs van de winkelier. Dus, we hadden net een jongen die koopt 5 van die pro-cameraatjes. Ik zei, wat doe je daar nou mee? Ja, hij zei, die verkoop ik weer. Dus heel leuk. En om welke restanten gaat het? Het gaat om alles van de webshop van V&D, dus niet uit de winkels. Dus alle spullen die het, complete series op alle gebieden. En daar zijn we nu aan het verkopen. Nog veel merkartikelen. En om hoeveel spullen gaat het? Er zijn totaal 272.000 stuks. Er zijn 17 trailers vol, waarvan we nu 2 trailers de winkel in hebben. Ja, nu zoals u ziet, het gaat heel hard. Het loopt eruit. Het is vooral het merkgoed dat heel hard loopt. Waarom ben je hierheen gekomen? Ik heb een huis gekocht. Dus ik heb van alles nodig. En moest dat per se bij de V&D vandaan komen? Ja, hier heb je heel veel korting, hè? Ja, mijn dochter is hier aan het struinen en ik mag spakken even mee. En wat hebben jullie allemaal uitgezocht? Nou, heel veel. Van alle kinderen, wel dingen voor die kleine jongen. Voor Sinterklaas en zo. De pop-up shop zit in Dokkum. Waarom in Dokkum? Dokkum omdat wij hier wonen en hier wegkomen. Dokkum is voor ons een heel belangrijke stad. En ook voor de middenstand is het leuk dat er heel veel mensen komen van buiten Nederland, of van buiten Friesland. Alle provincies. Mensen geluiden gehoord dat mensen uit Amsterdam willen komen, uit Haarlem en van de eilanden. Die hebben iets met de V&D, denk ik. Hoe bijzonder is het om weer eens te snuipen tussen de V&D-spullen? Ja, dat is heel apart. Kwam u eerder vaak bij de V&D? Eigenlijk nooit. En nu toch maar rijden? Ja, nu is het korting, hè? Dan moet je erbij wezen. En hoe lang blijven jullie open? We blijven hier toch het pand tot half januari. Maar ik weet niet dat ik het zo zie of we dat wel volhouden met deze goederen. Ik denk dat we eerder los zijn. Denk ik zeker. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.